Nou ja, dat is gewoon absoluut niet waar. Hij zegt ook dat de raad buitenspel staat. Dat klopt gewoon niet. De raad heeft nog wel degelijk invloed straks. Uh, er moet nog, uh, de provincie moet nog goedkeuring verlenen. En uh, het waterschap. En de Eerste Kamer heeft nog een motie liggen. En daar kunnen we natuurlijk allemaal uh, aangeven dat er in Zebold een andere wind is gaan waaien. En dat we nu toch wel anders kijken tegen dat datacenter om het zo. Uh, te zorgen dat zij het alsnog kunnen stoppen. Maar de gemeenteraad kan het nou toch niet meer stoppen, of wel? Of kan dat, nou, kan dat dan ook nog? Nou, er zijn ook omstandigheden waaronder je uh, bestemmingsplan weer terug kan draaien. Dus ook dat kan je niet uitsluiten. Nou, is er is misschien ook nog een kans dat het erop neerkomt... dat Zeewolde het Rijksvastgoedbedrijf moet onteigenen voor hun grond. Nou, we kunnen gewoon op voorhand zeggen, dat gaan we niet doen. Dus de gemeenteraad heeft wel degelijk invloed. En ook wie uh, het college gaat vormen, is wel degelijk van belang. Dus het is des te belangrijker dat mensen wel... Uh, Stem op een van de partijen die, uh, die tegen de komst van het datacentrum is. Maar zou het, als ze voor, dat willen zou voorkomen? het voor Leefbaar Zeewolde een breekpunt zijn? Nou, voor ons is dit wel echt een heel belangrijk punt voor een nieuw college, ja. Ja, dus geen college met uh, Leefbaar Zeewolde als, uh, als, als het datacentrum niet tegen wordt gehouden, zegt u eigenlijk? Nou, uh, het gaat er natuurlijk eigenlijk gewoon op neerkomen straks. Uh, zijn de partijen die voor hebben gestemd, hebben die een meerderheid, dan gaat het gewoon door. Of zijn er partijen die tegen hebben gestemd, hebben die een meerderheid? Gaat het dan gewoon door? Daar hangt het gewoon vanaf. Ja, zijn er zijn maar twee ja, partijen die tegen hebben gestemd. dus is natuurlijk niet helemaal in de verwachting dan dat je daarmee met, twee met die twee partijen een coalitie kan vormen. Nou, dat ligt helemaal aan de uitslag. Dat, dat gaan we zien. Uh, ja, en wij hebben natuurlijk nu vijf zetels. Ja, als dat flink gaat groeien, dan... Uh, ja, dan ja. is het hopen dat de ChristenUnie ook wat zetels haalt, want die ja. was tegen. Ja. Ja.